9 uur, Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Premier Van Acht heeft in de Tweede Kamer gezegd dat het kabinet er alles aan heeft gedaan minister Andriessen van Financiën alsnog te bewegen van zijn ontslagaanvraag terug te komen. Dat de heer Andriessen dat toch niet heeft gedaan, respecteren en betreuren we, aldus de premier. Het ontslag van de minister brengt volgens de premier in de grondslag van het kabinet geen wijziging. Ook hebben de overige ministers in zijn heengaan geen aanleiding gezien verandering te brengen in het afgelopen maandag genomen kabinetsbesluit over het sociaal-economisch beleid. Met minister Andriessen heeft ook staatssecretaris Notenboom, zoals gebruikelijk is, zijn ontslag bij Koningin Juliana aangeboden. Zij heeft deze verzoeken in beraad genomen, aldus premier van Acht. De Tweede Kamer heeft de motie van het CDA aanvaard. Waarin de regering wordt gevraagd de bondweverij in Slagharen voor een deel draaiend te houden. Dit in afwachting van een onderzoek naar de levensvatbaarheid van de dochtermaatschappijen Eurocover en Fibrotex. Tegen stemden VVD en Boerenpartij. De motie van de PVDA om dit bedrijf in zijn geheel open te houden, werd verworpen. De ernstig zieke Joegoslavische president Tito heeft in boodschappen aan onder meer de Amerikaanse president Carter en de Russische president Brezhnev opgeroepen te werken aan ontspanning in de wereld en te streven naar vrede en veiligheid. De boodschap ging ook naar de Cubaanse president Castro, de Indiase premier Gandhi en president Touré van Guinea. De boodschappen van de Joegoslavische president zouden begin februari door hem zijn goedgekeurd met de bedoeling ze te ondertekenen zodra hij het ziekenhuis zou verlaten. Korte tijd later machtigde hij vice-president Kolitschewski om de boodschappen te versturen. Miljarten. In Maastricht is een begin gemaakt met de nationale titelstrijd Ereklasse bandstoten Titelhouder Vultink speelde gelijk tegen de Kleine. Van der Smissen versloeg Havermans en Bongers won van Bessems. Arnouds bracht Dekker een nederlaag toe. Dan de weersverwachting geldig tot morgenavond. Droog en zonnig, maar morgen later in het westen enkele wolkenvelden. Minimum temperatuur om het vriespunt, middagtemperatuur van 7 graden op de Wadden tot 13 graden in Limburg. Dit was het nieuws.